Ik had een eerste echo waar een hartje op te horen was, en toen de tweede echo, dus de, ter controle. Um, was er geen hartslag meer. Dus toen, um, ja, toen was het een miskraam. Ja, tot aan mijn laatste zwangerschap. Ik heb in totaal acht positieve zwangerschapstesten gehad. Zo. Dus tot en met de laatste heeft uh, precies tien jaar geduurd. Een heel uh, medisch traject, als je zwanger wil worden, heeft echt zoveel uh, impact. Dus ik zei ook echt op een gegeven moment zo. Toen moest ik wel heel hard huilen. Maar toen zei ik van nou, we stoppen ermee. Wij krijgen geen kinderen. En dat was wel een heel. Krachtig moment. Dat voelde wel gewoon heel goed om het echt gewoon zo uit te spreken: van wij worden dus nu, wij worden geen ouders. Als je rouw durft te omarmen en je pijn de hand toereikt. Als verdriet niet meer je vijand, maar het ongestoord mag zijn als je kwetsbaarheid. De liefde als koepas, lijkt de keerzijde van Draad: leven, verbinding en kracht. Welkom bij de podcast van Annemiek Dogan. Welkom bij de Annemiek Dogan podcast. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast. Als we aan verlies denken, dan denken we al heel erg gauw aan overlijden. En er zijn ook andere momenten in het leven dat er iets gemist wordt, wat er eigenlijk nooit was. Bijvoorbeeld bij ongewenste kinderloosheid. En ik ga vandaag in gesprek met Annelies en zij is de oprichter van Kindvrij Leven. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, fijn dat je er bent. Ja, daar ben ik ook blij mee. Hoe gaat het vandaag? Ja, gaat goed. Ja, ik vind het altijd uh, fijn om... Uh een plek te kunnen krijgen om over dit onderwerp te praten. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het... We horen er niet heel veel over. Nee, nee dat klopt. Het, is, um, het komt wel wat meer tegenwoordig, gelukkig. Elke keer als ik er iets over bij, voorbij zie komen... dan uh, maakt eigenlijk mijn hart wel weer een sprongetje. Want dan denk ik, dat is gewoon echt belangrijk. Maar ja, het is wel iets wat echt inderdaad... Um, ja, waar weinig over gesproken wordt. En... Um, ja, ik ook inderdaad vanuit mijn eigen ervaring vroeger ook wel weinig over sprak. Juist ook om, omdat er dus niet zoveel over gedeeld wordt. Dus je hebt dan ook een beetje het idee van hier praten we niet over met z'n allen. Ja, het ja. mag er niet zijn. Ja, klopt. Ja, ja. Want kun je ons meenemen naar het moment dat jij um, besloot samen met jouw partner: ik ben klaar om moeder te worden? Ja, ja, ik moet zeggen dat dat voor mij. Um, ik uh, ben middelste van drie zussen en voor mij is het eigenlijk nooit anders geweest. Ik denk dat ik altijd gewoon al opgroeide met dat beeld van ik word later moeder. Dat was ook echt gewoon een hele grote wens van mij. En uh, mijn man en ik hebben elkaar um, uh, 22 jaar geleden ontmoet. Toevallig precies vandaag. Oh, gefeliciteerd. En, uh, yes. Yes. Ja, dank um, je. Ja, en toen waren we op een gegeven moment een paar jaar bij elkaar. En toen, uh, dat was zes jaar verder. En um, ja... Je hebt natuurlijk altijd een beetje zo, of altijd het beeld van het huisje, boompje, beestje. En dat kwam bij mij ook en uh, bij ons samen. Dus wij zijn daar toen over gaan praten. En toen op een gegeven moment, ik was al heel lang aan de peel en toen ben ik op een gegeven moment daarmee gestopt. Zo van nou laten we eens kijken. Dus uh, uh, ja, dat ging eigenlijk wel allemaal als een soort natuurlijk proces van hoe je dat dan verwacht als je een relatie hebt en je bent een paar jaar bij elkaar, dat dat thema dan vanzelf ter sprake komt. Dus ja, op die manier. Ja. ja. En toen, um, um, nou, weet je, dan, jullie gingen ervoor, en uh, na een paar maanden uh, was je niet zwanger. Nee. Klopt, ik was inderdaad, uh, uh, ik was na een paar maanden, ik denk dat we tien maanden verder waren, tien, twaalf maanden. En toen uh, ging ik voor de eerste keer naar de huisarts om eens te informeren. En die verwees ons toen door naar het ziekenhuis. Uh, en daar gingen ze toen allerlei basisonderzoeken en dergelijke allemaal doen. En toen bleek ik eigenlijk, toen we net in het ziekenhuis waren aangekomen, bleek uh, ik vlak daarna toch op de natuurlijke manier zwanger te zijn geraakt. Dus, um, uh, ja, dus dat viel eigenlijk precies toen zo samen. Ja, dus dat was mijn eerste zwangerschap. Het was je eerste zwangerschap ja. en, um, en die, uh, die ging niet goed. Nee, dat klopt. Die, bij de, ik had een eerste echo waar een hartje op te horen was. En toen de tweede echo, dus de, ter controle, um, was er geen hartslag meer. Dus toen, um, ja, toen was het een miskraam. Uh, dus um, ja, ik weet nog wel dat ik toen op dat moment al wel heel erg dacht: uh, nu worden alle zwangerschappen of een volgende zwangerschap wordt nooit meer zo zorgeloos als dat deze nu was. Omdat je mm. er natuurlijk bij de eerste. Uh, ben je daar gewoon helemaal niet mee bezig? Ik was daar echt niet mee bezig. Ik vond het alleen maar allemaal heel leuk. En ooit oh, straks loop ik achter de kinderwagen. En uh, toen die zwangerschap dus niet goed ging, dacht ik toen wel van, oh dit. Bij mocht het een keer hierna dan nog lukken, zal ik altijd dan natuurlijk wel een beetje dat weten van, oh ja, het kan dus ook misgaan. Ja. 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 Dus die roze wolk zeg maar of die blauwe wolk, die, uh, ja. uh, die spatten daar eigenlijk al wel een beetje uit. Een, dat je denkt van. Oké, okay, het um, is niet zomaar van we kiezen voor kinderen. Nee. En, uh, en, en het gaat allemaal van het laie dakje. Klopt. En dan nou moet ik wel zeggen dat ik. Uh, ik heb natuurlijk best wel in die periode dat we daarmee allemaal mee bezig zijn geweest. Dat ik ook wel vriendinnen had die dan. Uh, wilde proberen om zwanger te worden. En toen heb ik ook wel echt gezegd: denk alsjeblieft niet alleen maar aan mijn situatie. Stap er ook gewoon wel in, als zijnde dat het ook gewoon heel leuk kan zijn. Want je wil er ook niet meteen natuurlijk die zwaarte aan hangen. Maar die nam ik daarna natuurlijk voor mijzelf wel wat meer mee. Ja, ja, ja. Heel herkenbaar ook hoor. Ja. Voor mensen die uh, ja, dit hebben meegemaakt, zullen dat echt wel herkennen. Ook. Ja. En uh, dus je ging toen al wel naar de arts. Uh, je ging eerst naar de huisarts. Je werd doorverwezen naar het ziekenhuis. Ja. En op dat moment bleek je zwanger. En die zwangerschap, uh, die ging dus niet goed. Ja. En toen ging je toen weer opnieuw naar het ziekenhuis? Ja, klopt. En toen uh, zijn we inderdaad uh, voor verdere gesprekken. En toen kregen we dan wat meer dat ik moest gaan temperaturen. En uh, dan zodat je precies weet wanneer je ijsprong is. En dan moest je dan dus gemeenschap hebben. En um, ja, dus dat was allemaal eerst nog een tijdje dan echt een beetje zo dat ze dat wilden bijhouden. Uh, nou, daar raakte ik dan ook niet zwanger van. En op een gegeven moment is toen, dus, wel gezegd: van we gaan starten met, uh, uh, met, met, een, me met een medisch traject. Dus toen kreeg ik inderdaad um, hormonen erbij. En uh, ja, dus toen gingen we wel echt dat traject in. Mm -hmm. Ja. En, uh, en hoe lang duurde dat traject uiteindelijk? Um, ja, van mijn. Eerste uh, vanaf zeg maar het moment dat uh, mijn man en ik besloten van uh, nou we stoppen met de pil tot uh, ja, tot aan mijn laatste zwangerschap. Ik heb in totaal acht positieve zwangerschapstesten gehad, zo. dus tot en met de laatste heeft uh, precies tien jaar geduurd, waarvan dan dus dat medisch traject ja ongeveer een jaar of vijf, zes, zo'n beetje is geweest. Ja, en hoe, hoe, hoe was dat voor jullie samen? Ja, het is. Um... Ik moet zeggen, als je eenmaal hierin zit, dan. Uh, We hebben het wel als zwaar ervaren, omdat het je leven gewoon echt volledig on hold zet. Dat een heel uh, medisch traject, als je zwanger wil worden, heeft echt zoveel uh, impact. Um, hoeveel, hoe vaak je wel niet naar het ziekenhuis moet voor controles, om te kijken of er al eitjes aan het groeien zijn. Uh, ik moest soms drie keer in de week moest ik naar het ziekenhuis. Daarvoor. Dan heb je uh, de punctie, het hormoonspuiten. Ja, het, hout, het, het heeft wel echt uh, mijn leven wel echt tien jaar on hold gezet. Um, ja, en dat is, uh, dat is best wel heel erg pittig. En ik moet zeggen, voor ons samen, um, vind ik, ook als ik daarop terugkijk, dat we er wel echt heel goed doorheen zijn gekomen en altijd wel veel met elkaar zijn blijven praten. En, Um, ja, dus dat... Um, uh, ja, wij hebben samen eigenlijk weinig, uh, wat ook heel erg goed kan hoor... dat je erdoor uit elkaar groeit, maar dat is bij ons dan gelukkig niet gebeurd. Mm, wat fijn, dus jullie ja. konden goed blijven communiceren. En, Zeker, uh... ja, ja. En dan moet ik wel zeggen dat mijn man wel af en toe al wel wat vaker zei... wordt het niet de tijd om te stoppen. Mm. Um, omdat het dus zo'n enorm, enorme impact heeft... Um, en ik merkte dat ik daar toen nog niet klaar voor was. Dus toen zijn we daar natuurlijk wel weer over in gesprek gegaan. En toen heb ik wel gezegd van ja, ik moet uiteindelijk natuurlijk de meeste behandelingen doen. En als ik nog, uh, als ik nog door kan gaan en wil kan gaan, vind je het dan goed dat we, nog, dat we toch nog wel even doorgaan. Ik vind wel echt, je moet het daar samen over eens zijn, natuurlijk. Maar daar zijn we altijd wel over in gesprek gebleven, inderdaad. Ja. ja. En tijdens dat hele traject ging je gewoon naar je werk. Ja. He, je ging om met vrienden, met familie. Wat, was, wat merkte de buitenkant, he, de buitenwereld van het traject waar jullie in zaten? Ja, dat is wel een mooie vraag. Um, ja, ik moet zeggen dat ik echt de koningin was geworden van het masker opzetten. Ja. Mm. Um, ik denk dat mensen kenden mij en kenden mij toen ook allemaal, als Annelies is altijd zo vrolijk. Annelies is altijd zo gezellig. En dat was voor dat traject op zich al wel, want ik ben gewoon een heel positief persoon. Uh, maar dat bleef ik gewoon eigenlijk wel volhouden. Dus um, uh, ja, ik heb echt wel eens gehad dat ik inderdaad op mijn werk op de toilet aan het huilen was. En dan dacht oké, okay, je ziet er nu niks meer van. Nu kan ik weer terug. En uh, alleen, ik moet wel zeggen, mijn uh, eigen manager en degene op mijn kamer, die wisten er natuurlijk echt wel van. Dus dan kon ik af en toe wel de deur dicht doen en eventjes uh, bij hun dan wel gewoon huilen en mezelf zijn. Dat was wel heel fijn. Maar verder is, ja, vond ik het wel echt een tijd van inderdaad gewoon masker opzetten en doorgaan. Hmm. Ja. Klinkt ook heel eenzaam. Ja, ja, gelukkig omdat mijn man en ik het er natuurlijk samen zo goed over konden hebben, um, uh, was dat natuurlijk wel fijn. Want dan heb je wel natuurlijk gewoon een hele fijne basis. Maar ja, ik moet zeggen dat jaren later, um, denk ik nog wel eens terug aan, zou ik mezelf met terugwerkende kracht gewoon meer gegund hebben. Van had gewoon misschien iets meer je verhaal gedeeld, dan had het misschien ook iets luchtiger geweest. Nu, ja, nu inderdaad. Um, dacht ik wel heel vaak, oh, als jullie toch eens wisten wat er allemaal speelde. Terwijl ik inderdaad maar net deed alsof het allemaal zo leuk allemaal was. Ja. 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 En wie weet wat, wie, wie hier allemaal in hetzelfde traject zat. Zeker. of Of op een andere manier verlies ervaarde of, Zeker. of gemis ervaarde. Ja. Of... Daarom ben ik tegenwoordig ook veel meer. Maar dat is ook wel iets wat van de laatste jaren bij mij is gekomen. Um, ik kon daar ook gewoon echt niet over praten. Ik had er toen zoveel verdriet van... En je sprak er in die tijd ook wel minder over. Dus ik sloop mezelf daar ook gewoon echt helemaal voor af. En nu denk ik, wel eens nu je dan natuurlijk ook ouder wordt... en uh, natuurlijk ook weer meer hebt geleerd... zou ik met terugwerkende kracht mezelf wel hebben gegund... om gewoon inderdaad meer erover te delen. En denk ik dat ik dat ook wel beter had gekund dan toen. Ja, nu? Ja. Ja, ja oké. Okay. Dat is ook wel interessant, want... Je bent dus wel, ja, wat, want kun je wat meer vertellen? Op, uiteindelijk hebben jullie dus besloten om te stoppen, hè? Ja. Uh, je, je, je man was daar al iets eerder uh, aan toe dan dat jij het was. En ja. uiteindelijk besloten jullie samen. Ja. En dan heb je ook echt uh, het gemis te nemen. Dan weet je ook van, oké, okay, er komt dus nooit een kindje. Ja, klopt. Ja, ik weet die avond dat wij samen besloten van we stoppen ermee. Want ik heb dus ook uh, in Nederland krijg je drie IVF-behandelingen te goed. En wij zijn na de tweede behandeling gestopt, omdat ik dus alles in mij zei op een gegeven moment, ik wil niet meer. En toen wist ik van dit is het moment. Dus toen hebben wij samen besloten van we pakken die derde IVF-behandeling niet meer. En. Um... Toen uh, dat moment dat wij dat samen besloten... was ook wel echt wel een mooi moment. Maar voor mij ook wel een heel belangrijk moment. Want uh, we zeiden dus eigenlijk zo... oké, okay, dus we stoppen ermee. En toen zei mijn man, die zei ook tegen mij van... Uh, misschien is het goed als je gewoon echt even voor jezelf hardop uitspreekt... van we stoppen er nu mee, we zetten er een streep achter. En ik kreeg dat in eerste instantie gewoon mijn mond niet uit. En toen mm. dacht ik, ja, dan, dan is het juist natuurlijk heel goed om het te doen... Dus ik zei ook echt op een gegeven moment zo, toen moest ik wel heel hard huilen, maar toen zei ik van, nou, we stoppen ermee, wij krijgen geen kinderen. En dat was wel een heel krachtig moment. Dat voelde wel gewoon heel goed om het echt gewoon zo uit te spreken: van wij worden dus nu, wij worden geen ouders. En ik weet nog dat ik de dag daarna, toen zat ik onderweg naar mijn werk in de bus, en toen um, voelde ik me aan de ene kant echt alsof ik. Bovenop de wereld stond en dacht, ik heb mijn leven weer terug. En ik dacht echt, ik kan nu alles doen wat ik wil doen. En tegelijkertijd moest ik ook huilen in de bus. Omdat je natuurlijk dan toch dat besef hebt van: ja, dit is het dan dus nu gewoon. Dus dat was, uh, was heel dubbel eigenlijk wel. Mm. Ja. Aan de ene kant een bevrijding. Omdat ja, zeker. je niet meer hoefde. Ja. Je hoeft ook niet meer te vechten. Nee, je kon gewoon zijn. Ja. En aan de andere kant was dat zijn ook met een bepaalde leegte. Zeker. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, en ook echt wel weer. Als ik denk aan die periode. Inderdaad, kort daarop. Was ik wel heel erg aan het zoeken van. Oké, okay, maar als ik dus geen moeder word. Uh, wie ben ik dan? En dan dacht ik, ja, ik ben. Um, ik ben iemands vrouw, ik uh, ben een werknemer, ik ben iemands dochter, ik ben een vriendin. Maar wie ben ik dan verder zelf nog? En een heleboel vrouwen kunnen natuurlijk daar en beginnen daar vaak zelfs ook mee. Ik ben moeder van. Uh, dat staat natuurlijk vaak best natuurlijk wel boven in het lijstje van hoe je jezelf omschrijft. En toen dacht ik, ja, wie ben ik dan? En dat heb ik best wel een tijd heel lastig gevonden om ja, ik. Viel toen wel snel of ik viel toen wel snel in um, wat er dan natuurlijk vaak van je wordt verwacht. Dat ik toen dacht: Oh, nu moet nu ben ik verplicht om uh, carrière te gaan maken en uh, altijd vijf dagen in de week te blijven werken, want ik heb geen reden. Waarom, waarom zou ik part-time mogen gaan werken? Want ik heb daar geen reden toe. Hmm. Dus ja ik, um, ja, ik vond dat in het begin best wel. Uh, ben ik daar echt wel een hele tijd zoekende naar geweest. Ja. Ja, dus ook alweer die verwachtingen. Dus eerst de verwachtingen van je bent vrouw, je hebt een relatie, dus je wordt moeder. Ja. En daarna dus, oké, okay, um, je wordt geen moeder. Ja. En dan, nou ja, je mag nooit tijdens de schoolvakanties vakantie nemen. Nee, klopt. dat soort dingen. <laughs> ja. Je mag nooit uh, inderdaad minder gaan werken. Nee. Um, en dus. nu moet ik zeggen, als ik het mezelf voor zeggen, denk ik echt, oh, hoe heb ik dat kunnen denken? Maar dan ben je natuurlijk ook gewoon weer jaren verder. Maar toen dacht ik echt. Ik weet nog dat ik toen naar mijn werk ging... en dat ik toen zei, ik wil vier dagen gaan werken. En dat ik uh, me toen eigenlijk dan gewoon heel lui voelde. Van ja, ik heb geen reden om vier dagen te gaan werken. Ik dacht alleen, ja, het lijkt mij wel lekker. <laughs> ja. Ja. Ja, precies. Dus uh, dat komt er dan ook bij. Dus het ja. is ook, als ik je zo hoor... is het ook eigenlijk de hele invulling van je leven natuurlijk qua, qua kinderen. Dat is natuurlijk sowieso anders... Maar eigenlijk alle secundaire dingen, zoals werk en hoe je je leven indeelt, ja, dat, dat gaat ook ineens heel anders. Dat is ook ineens op een hele andere manier dan dat mensen het zouden verwachten. Ja, klopt. Ja. Ja, het heeft wel, um, het heeft natuurlijk op zoveel verschillende manieren heeft het impact. En. Um, ook al kijk je bijvoorbeeld al maar naar bijvoorbeeld standaard dingen als uh, inderdaad wat jij net zegt, vakanties, uh, maar ook feestdagen. Het heeft op zoveel manieren, is ons leven eigenlijk ingericht dat de norm gewoon is, um, uh, we worden allemaal ouders. Ja. En als je dan dus eigenlijk buiten dat hokje valt... Uh, ja, ik val inderdaad buiten het hokje. En dat werd ik me op een gegeven moment wel bewust. Dat ik toen dacht van, uh, ja, ik val dus buiten de norm. En wat ga ik dan nu doen met mijn leven? Ja. Ja. En wat ging je doen met je leven? Ja, dat heeft best wel wat jaren geduurd. Um, ik ben vrij snel daarna ben ik wel weggegaan bij de werkgever... waar ik daarvoor altijd heel erg lang uh, heb gewerkt. Daar werkte ik echt met heel veel plezier... Maar ik voelde wel echt, het is tijd um, ja, om deze jas uit te doen. Van, ik heb daar natuurlijk ook, waar ik daar werkte, natuurlijk ook dit hele traject, al die jaren natuurlijk meegemaakt. En ik voelde heel duidelijk van, het is tijd om een nieuwe weg in te gaan. Dus ik ben daar toen weggegaan. Um, dat heeft voor mij wel echt wel geholpen. Dat is voor, ik zie dat punt wel een beetje als een soort startpunt. Van een reis van meer ja, groei komt er dan eigenlijk in me op. Um, waar ik daarvoor, denk ik, wat meer. Um, ja, ik pakte nu eigenlijk na al die jaren de regie weer terug. Waar ik daarvoor natuurlijk eigenlijk een beetje. Uh, ja, deed wat er van me werd verwacht in het ziekenhuis. En. Um, Bijvoorbeeld ook in uh, gedurende het hele meditraject... traject hebben wij bijvoorbeeld een keer een dag van tevoren onze zomervakantie moeten annuleren, omdat uh, ik toen te horen kreeg dat ik overstimulatie had en dan mag je niet, uh, dan moet je echt elke dag moet je terugkomen voor controle. Mm. Dus waar wij zo'n behoefte hadden aan onze vakantie, moest ik die een dag van tevoren cancelen en je gaat allemaal maar mee in dat ja, je hebt er eigenlijk, ik wil zeggen, je hebt er bijna niks over te zeggen. Um, en ik merkte inderdaad dat ik daarna heel erg dacht. En nu wil ik weer bepalen hoe mijn leven eruit gezien. Dus toen ben ik inderdaad um, heb ik echt een hele andere baan ben ik gaan doen. Uh, uiteindelijk werk ik nu als zzp'er, dus ook niet meer in loondienst. En um, wij zijn uh, twee jaar geleden zijn we verhuisd van, uh, Ik we woonde voorheen in Uithoorn en nu wonen we in Den Bosch. Dus we zijn ook uh, en ook echt in de stad gaan wonen, wat veel mensen met Ouders natuurlijk, of met kinderen vaak natuurlijk niet doen. Die gaan vaak natuurlijk weg uit de stad en wij wonen echt in het centrum, mm. omdat wij dachten ja, voor ons, wij kunnen dit. Wij, uh, we hebben geen kinderen waarvoor die dan natuurlijk liever met andere kinderen bijvoorbeeld sneller in een woonwijk willen. Wij gaan gewoon lekker hartjecentrum centrum Den Bosch wonen. Dus ja, wij hebben wel meer de regie teruggepakt um, van, maar wat willen wij dan nu met ons leven? Ja. Ja. Nu kon het ook weer. Ja. Want je zit dan toch in een soort tunnel met, uh, uh, met een verlangen. Ja. En als die tunnel dan weg is, dan is het ook echt ineens van... wow, wat kunnen we allemaal? Ja, klopt. Hoe ben je omgegaan met het gemis? En hoe ga je nog steeds om met het gemis? Ja, um, ik vond dat de eerste jaren wel echt wel een zoektocht. Um, ook wel vaak wel veel verdrietige momenten. Omdat ik aan de ene kant heel erg... Mee wilde draaien met de maatschappij en um, bijvoorbeeld ook naar vrienden, familie, uh, dan bijvoorbeeld wel naar kinderverjaardagen en dergelijke wilde gaan, omdat ik dan een beetje van mezelf verwachtte en vond dat ik dat allemaal wel gewoon moest blijven doen. Maar daar kwam ik dan bijvoorbeeld echt uh, uh, huilend als ik dan bijvoorbeeld bij iemand wegliep. Dan zat ik in de auto terug, zat ik alweer, stroomden de tranen over mijn wangen van wat zij wel hadden en ik dan natuurlijk niet. Um, ja, dus dat ik ben daarna wel heel erg veel um, meer dichter bij mezelf gaan staan. Van oké, okay, voor wie doe ik het nu eigenlijk? En doe ik dat dan dus nu omdat ik vind dat ik dit hoor te doen? Of mag ik ook dichter bij mezelf komen en denken van um, oké, okay, ik maak hier echt bewuste keuzes in? Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, ik ga niet meer naar uh, baby showers. Want dat is natuurlijk baby all over. Ja. <laughs> en dat trok ik gewoon niet. Dus nee. um, toen heb ik de grens getrokken bij uh, dat doe ik gewoon niet. Ik kan nog steeds voor mijn vriendinnen of familie die kinderen krijgen, er op een andere manier zijn. En ik kan nog steeds heel blij voor ze zijn, maar ik ga mezelf dat niet meer aandoen. Ik ga bijvoorbeeld ook met kinderverjaardagen alleen naar die van mijn eigen neefjes en nichtjes, omdat ik daar gewoon heel graag naartoe wil. Uh, dus dat voelt voor mij goed. Maar uh, niet meer naar alle kinderverjaardagen van uh, vrienden en vriendinnen, bijvoorbeeld. Dus zo ben ik wel meer bij mezelf gaan voelen. Van ja, waar heb ik dan nu in dit, in dit proces behoefte aan? En ja, dat heeft mij wel veel geholpen, zonder dat ik nou het gevoel had van. Ik ga het allemaal per se uit de weg of ik negeer het. Maar wel meer van, um, ja, wat voelt nu goed voor mij? Ja. Ja. Wat heb ik nodig? Ja. Ja. Zeker. En ook, um, en ook natuurlijk qua tijd. Weet je, ik kan me ook voorstellen dat, dat als mensen dit horen die wel kinderen hebben... dat ze dan ook denken van, ja, ik hoef ook niet naar elke kinderverjaardag, weet nee. je. <laughs> nee, dat kan Ik, ik hoor bij, in jouw verhaal ook wel heel erg dat je heel erg de quality aan het opzoeken bent... De quality time en het echte contact. En uh, wat is voor jou belangrijk? Ja. Wat zijn jouw eigen waarden? Ja, klopt. Ik heb ben inderdaad wel in de, in de afgelopen jaren... is voor mij, denk ik, uh, persoonlijke ontwikkeling wel heel belangrijk erin geweest. Ik ben op een gegeven moment kwam ik in aanraking met via een webinar... wat ik aan het kijken was over persoonlijke ontwikkeling. En dat greep mij toen heel erg. En um, dat ging inderdaad ook meer over de regie zelf pakken... En, toen ben ik daar wel heel veel over gaan lezen en uh, gaan volgen. En uh, dat heeft mij wel inderdaad veel meer uh, ja, terug bij mezelf gebracht en echt laten zien van wie ben ik, waar heb ik behoefte aan. Um, en ik weet ook zeker dat zonder dat ik die reis, als ik die reis niet had afgelegd. Had ik denk ik nu nog steeds in ons vorige huis in Uithoorn gewoond. Omdat ik dan de stap om te gaan verhuizen. en terwijl mijn ouders en vrienden uh, nog daar wonen, was, voor, was best wel groot. Natuurlijk, om dan toch een uur verder weg uh, te gaan wonen. Maar ik voelde aan alles van, ja, dit is wat, wat ik, wat wij nu nodig hebben. En um, ja, dat is, is wel door die hele reis van persoonlijke ontwikkeling. Heeft, die heeft mij, ons wel echt hier gebracht. Ook om bijvoorbeeld nu uiteindelijk voor mezelf te gaan beginnen. Ja. Ja. Dus ik hoor, ik hoor twee dingen heel duidelijk in, uh, in jouw hele rouwreis. Is de communicatie met jouw man is ja. die echt wel essentieel geweest? Zeker, ja. En ook echt, dus de het naar binnen keren en dus te kijken... en echt die persoonlijke ontwikkeling, om ja. dat mee te pakken. Ja, absoluut. En daar keuzes op te maken. en Hoe beïnvloedt het gemis jouw dagelijkse leven op dit moment nog? Mijn dagelijkse leven eigenlijk niet. Het is meer dat het op bepaalde momenten mij wel echt kan raken... Um bijvoorbeeld vorig jaar met Moederdag in een overviel het me zo ontzettend. Ik vind Moederdag altijd al wel een lastigere dag, maar vorig jaar viel die me op de een of andere manier zo zwaar, zonder dat ik precies wist waarom. Maar toen um, ben ik echt naar uh, een vriendin die bij mij in de stad woont gelopen en toen zei er ook de deur open en ik stond echt volledig overstuur bij haar. Uh, voor de deur en dus toen zei ik van... ik kom er gewoon deze keer niet meer uit. Dus toen heb ik eventjes met haar daarover kunnen praten. En dat duurde ook echt wel een paar dagen... dat, dat ik daarin bleef zitten, zeg maar. Maar um, ook weer dan terugkomt over die persoonlijke ontwikkeling... dacht ik nu ook echt van... een paar jaar geleden had ik mezelf dan... misschien wat meer kwalijk genomen van... Um, jeetje, het is nu al zo... Weet je, je weet nu al zo lang dat dit zo is. Waarom raakt dit je nou nu nog zo steeds? Dan zat ik nog meer daarin. En door die hele persoonlijke ontwikkeling omarm ik het juist steeds meer. En denk ik, oh fijn, het komt er weer eventjes uit. De verdrie, uh, het verdriet mag er ook gewoon echt zijn. En dat um, maakt het natuurlijk een stuk luchtiger voor mezelf. Dus geef ik er juist nu aandacht aan. Ja, en zo zijn er. Dus het kan soms op onverwachte momenten zijn. Um, het is niet dagelijks, maar. Ja, het is. Uh, ik liep bijvoorbeeld. Uh, twee jaar geleden liep ik langs. Uh, was 5 december. En toen kwam Sinterklaas net aan op dat moment. Dus er stond een hele school met kinderen. Hè? Ja, dan merk ik ook dat ik echt wel even moet slikken en doorlopen. Want dan staan natuurlijk alle ouders zo trots en blij te kijken. En dan overvalt me natuurlijk wel van. Oh, wat lijkt het me toch zo? Dit lijken me dan van die leuke momenten om mee te kunnen maken. Ja. Terwijl ik me natuurlijk ook echt realiseer dat het moederschap ook natuurlijk niet alleen maar rooskleurig is, dus daar ben ik me ook wel heel erg van bewust. Maar ja, de, de fijne momenten die er natuurlijk zijn, die mis ik natuurlijk ook soms. Ja. 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 Ik zeg ook altijd maar zo. Ik uh, had natuurlijk niet tien jaar lang geprobeerd of wij om kinderen te krijgen. Mijn onze wens was natuurlijk gewoon echt heel groot. Dus uh, ja, daarom is het natuurlijk ook, ja, vind ik het ook niet meer dan logisch. Uh, ik geloof ook dat dit voor altijd wel ergens in, in ons leven wel weer eventjes naar boven komt. En dat is helemaal oké. Okay. Mm -hmm. ja. ja, dat mag er ook zijn als Zeker. ik je zo hoor. Ja, dat ja, ja, kun je goed uit. Je hebt mensen om je heen waar je terecht kunt. Ja. En uh, je, ja, je, hebt, uh, je bent uh, acht keer zwanger geweest, ja. dus uh, in die zin ben jij moeder van acht uh, zieltjes. Ja. Yeah? Uh, en je hebt geen kinderen om hier op aarde voor te zorgen. Waar ga je dan naartoe met je moedergevoel? Ja, dat is wel een mooie... Eigenlijk is dat pas iets wat een beetje sinds twee jaar een beetje bij mij voor een begin te krijgen. En ik merk dat dat nog steeds wel een beetje speelt. Um... Dat ik dat nu. Uh, ik heb altijd wel bijvoorbeeld. Mijn man is heel vaak de pineut. Ja. <laughs> Want ik ben dus heel erg van het knuffelen en zo. En dan zeg ik ook al tegen hem. Ja, ik uh, kan het bij jou kwijt. Ik heb geen kind, anders was het bij de kinderen. Ja. Dus nou ja, die kan vaak niet langs me lopen of ik <laughs> knuffel hem wel weer. Maar uh, ja, dat vind ik wel heel erg fijn. Ik ben wel gewoon een warm persoon. Dus dat wil je dan natuurlijk ook gewoon kwijt. Um, ja, en ook wel in, uh, ook in vriendschappen. Moeder zijn is voor mij nu niet per se meer gericht op kinderen. Voor mij zit het in... Het kan kinderen, maar het kan ook gewoon... Um, de verbinding opzoeken met andere mensen om je heen. Um, als je merkt dat iemand een luisterend oor nodig heeft... om daar dan voor diegene te zijn. Dus ik merk dat ik wel mijn... Mijn, het zorgen wat ik in me heb, dat ik dat echt wel op andere manieren, op een natuurlijke manier, toch wel kwijt kan, inderdaad. Ja, ja ik hoor ook heel veel liefde, dat je het ook heel geuit in liefde. En, ja, klopt. En, en die zorgzaamheid is dus ook bij uh, familie. En, ja. Uh, Klopt. Je ouders waarschijnlijk. Ja, ja. En je man die dan... Ja. Die zal het vast niet erg vinden. Ja. Nee, die vindt het Ik heb het als erg, veel mannen nee. dit horen die wel kinderen hebben. Dat ze dan denken, oh, ja. wat heerlijk. Ja. <laughs> ja. ja, dat klopt. Wat fijn, ja. wat mooi. Ja. En, uh, of, en toen kwam er een dag en toen dacht je... Oké, okay, dit gemis kan ik ook wel eens om gaan zetten in iets... om andere mensen, andere vrouwen te helpen... die ook dit gemis ervaren. Ja, Klopt. Ja. Wanneer was dat moment? Ja, ik was uh, met een vriendin van mij. Wij waren net naar een evenement geweest en uh, zij is uh, single en um, nou, zij is 36 jaar en bij haar begint uh, de kinderwens echt wel meer te spelen. En uh, op de terugweg na dat event kregen wij echt een heel mooi gesprek samen over, nou ja, dat, wat dat voor haar betekent en uh, wat het voor mij heeft betekend. En Um, zij stelde mij wat vragen. Van uh, ja, ik weet soms niet zo goed hoe ik moet omgaan met al die baby showers. Want iedereen om me heen raakt maar zwanger. Dus nou ja, ik vertelde een beetje hoe ik dat dan in die tijd heb gedaan. En op een gegeven moment zei zij tegen mij: Van uh, dit gesprek is mij van: Ik, ik spreek echt nooit iemand die. Uh, geen kinderen heeft. En, um, ja, en door jou krijg ik daar eigenlijk een beetje een inkijkje in. En zie ik dat jij ook nog steeds heel, een heel gelukkig leven leidt. En toen zei ze, ja, die mensen die spreek ik nooit. En het was echt mm. grappig. Want wij zaten zo in de auto en in één was het. ja Ik schrijf, omschrijf het nu alsof ik een soort zo'n bliksemschicht had boven me. En toen zei ik tegen haar. Ik moet heel even wat opschrijven in mijn telefoon. Want ik was bang dat ik het anders bijvoorbeeld de dag daarna zou zijn vergeten. En toen schreef ik dus heel snel, typte ik in mijn telefoon van andere mensen laten zien dat je ook um, als je kind vrij bent, een heel gelukkig leven kan hebben. En daar is het toen eigenlijk, is het met dat gesprek in de auto, is het daar ja, geboren. <laughs> ja, dus um, ja, was wel een heel bijzonder moment. En dat ik weet oh. ook dat ik dat hele weekend bleven wij allebei maar naar elkaar appen. En ik zei van, oh, ik loop over van ideeën. Dus ja, in één um, voelde ik wel van... hier is een boodschap die ik heel graag wil delen. En waar ik zelf vroeger ook zoveel aan gehad zou hebben... als ik dat had kunnen zien, inderdaad, van iemand anders. Ja. ja. Ook een soort rolmodel hierin. Ja. Ja, ja klopt. Want... Ik denk eerlijk gezegd wel dat als ik vroeger, en dat zeg ik nu met terugwerkende krachten, dus ik weet het natuurlijk niet zeker, maar um, ik ging ook maar door en door en door met die behandelingen, omdat ik geen perspectief zag van, uh, maar wat nou als het niet lukt. Daar dacht ik alleen maar van: um, ja, dat wordt dan een groot gat, zag ik voor me. En dat ik de rest, ik was echt bang dat ik de rest van mijn leven ongelukkig zou zijn. Hmm. Dus ik denk dat als ik wellicht in die, in die fase had kunnen zien bij iemand die dit ook had doorleefd, of, uh, of die bewust kindvrij is, maar dan wel een heel gelukkig leven leidt ja wellicht was ik al eerder gestopt met die behandelingen, omdat ik dan perspectief had kunnen krijgen van oh maar het, het komt dus allemaal goed en het kan nog steeds heel leuk zijn de rest van je leven ja ja dat hoop ik echt dat ik um, dat ik dat uh, hiermee inderdaad uh, kan zou kunnen bewerkstelligen ja 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 heel mooi initiatief ook kinderlijk ja, leven ja. dus kunnen je daarbij ook volgen hè? op Instagram en zo ben je zeker voornamelijk op Instagram en um, uh, ik voer nu ook veel interviews met vrouwen die of bijvoorbeeld nog in het medisch traject zitten... of die bewust kindvrij zijn. Iedereen die met dit thema te maken krijgt uh, uh, is welkom. Um, dus ja, ik voer daar veel gesprekken over en um, wil ook... Um, dat kan of bij wijze van spreken echt alleen maar met mij en dan deel ik er niks over. Als iemand zegt van dit is voor mij nog te persoonlijk, ik wil dit graag uh, anoniem houden... Um, maar er zijn ook vrouwen die zeggen: van uh, het mag voor mij in de openheid. Dus dat deel ik dan ook echt op Instagram. Zodat, ja, ik wil gewoon dat de kindvrije vrouw een gezicht krijgt. En ja. dat hij dus kan zien: van wij zijn er en wij zijn er met een heleboel. En um, het gaat goed met ons. En je kan nog steeds een heel leuk leven hebben, waarbij je soms ook nog steeds gewoon verdrietig mag zijn. Ja, ja, heel erg mooi. Heel ja. mooi dat je dat doet. En je doet ook mee met de Rauw-Expert-opleiding ja. van de Grief Academy. Ja, daar Klopt. ben ik ook heel blij mee. Ja, ik ook. Ja. Echt zo mooi dat je die missie ook echt helemaal beetpakt. En ja. er alles voor doet om dit helemaal uit te dragen. En... Ja, ik denk ook dat uh, de Rauw uh, Academy inderdaad een heel mooi onderdeel hiervoor gaat zijn. om uh, de gesprekken inderdaad nog meer uit te kunnen diepen. Ja, ja. En hoe. Uh, wat jij ervaart uh, rouw uh, om het gemis ja en uh, um, jouw omgeving natuurlijk ook bijvoorbeeld jouw ouders hè, die zullen nooit jouw, uh, jouw kinderen hun nee. kleinkinderen kunnen verwelkomen hoe is die rouwreis voor hen ja ik weet wel dat zij het voor mij heel moeilijk vinden dat het bij ons dus nooit is gelukt um, ik denk wel dat uh, nu mijn ouders zien hoe hoe het nu gaat dat zij dat ook wel wat meer los kunnen laten, maar mijn ouders hebben daar zelf dan, zeg maar, plaatsvervangend voor ons wel veel verdriet om gehad. Het is wel grappig dat je deze vraag nu stelt, want zij zijn echt gek op al hun kleinkinderen, maar nu bedenk ik me dus eigenlijk dat ik nooit heb gezegd: van, Vinden jullie het jammer dat jullie uh, geen opa en oma zijn van uh, kunnen worden van kinderen van ons? Ik heb wel zelf altijd wel heel erg. Um, en dat is ook wel echt afgenomen. Maar ik heb wel moeite gehad met als ik dan bijvoorbeeld hun uh, natuurlijk zag als opa en oma, dat dat mezelf dan verdriet deed. Dat ik dacht van oh hoe zouden zij zijn als opa en oma van kinderen van ons, maar andersom. Dus dat is een mooie vraag. Dus die zal ik eens gaan stellen ja. van wat dat dan um, voor hun inderdaad uh, betekent. Ja, ja. En, en zij zijn dan opa en oma van, uh, van andere? Ja, ja. Van, van je neefjes en nichtjes. Ja, ja. neefjes en nichtjes. En uh, dat is voor hun natuurlijk ook. Zij zijn, zij zijn opa en oma. Ja. En ja, jij zou nooit oma worden. Nee, klopt. Ja, dat is ook wel iets wat ik. Um... Vroeger vond ik dat, uh, dat uh, onderdeel bijvoorbeeld ook heel lastig daaraan. En waar ik me bijvoorbeeld ook heel veel zorgen om heb gemaakt. Is. Wie um, zorgt er later voor mij als ik bijvoorbeeld in de bejaardentehuis kom? Um, ja, we leven natuurlijk wel in een cultuur waarin het dan heel normaal is dat dan de kinderen vaker op bezoek komen. Uh, en ik zag mezelf dan wel een beetje alleen zitten en dat ik dacht: wie, wie regelt dat dan allemaal voor mij? En inderdaad ook het stuk van het geen oma worden. Ik denk wel. Dat die fase van het geen oma worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, mijn vriendinnen zijn, ze hebben nog niet de leeftijd. of mijn zussen. dat ze oma worden. Um, dus ik ben ook wel benieuwd wat dat met mij gaat doen. als ik dat natuurlijk wel weer meer om me heen ga zien. Ja. Want nu voel ik dat nog niet zo heel erg, moet ik zeggen. Um, maar dat kan natuurlijk wel over 15 of 20 jaar, als dat meer gaat spelen om mij heen, dat, ik, dat het dan natuurlijk wel weer eventjes meer gaat spelen. Dat ik dan denk: van ja, dat uh, dit geluk kan ik dan nu dus natuurlijk ook niet ervaren. Ja. Maar het is niet dat ik daar nu heel erg mee bezig ben. Nee. Nee, dat was ik vroeger inderdaad wel. Maar nu denk ik dan meer, uh, dat komt vanzelf als het moment daar is. Als ik merk dat dat me dan iets doet. Ja, ja. dus toen je zeg maar net de, de, um, de besloot om dus eenmaal te stoppen. Dus eigenlijk echt het gemis ging omarmen. Van oké, okay, weet je, ik word nooit moeite. En hier kies ik, of nou je, 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 dit, dit, ja, dit is wat het nu is. Ja, hè? Ja. We gaan niet meer verder. Um, toen had je eigenlijk dat je het voorledige verlies dan in jouw leven zag. Dus ja. dat je ook ging denken: wie zorgt er dan voor mij als ik ouder ben? Dan had ik ook geen oma dit. En als ik je nu zo hoor, dan is het dus ook heel erg ja, op het moment. Dus je zit ja. heel erg in het moment. Ja. Het is nu Sinterklaas en ik zie nu kinderen staan en dit raakt me. Ja. En uh, als ik het zo hoor, dan, dan is dat ook wat je tot je neemt. En Je gaat daar ja. niet verder denken in. Nee. En niet bewust niet. Het is niet zo dat ik denk van. Oh, ik laat mijn gedachten daar nu niet naartoe gaan. Want dat wil ik niet. Maar het, het is inderdaad. Uh, op de momenten. Um, merk ik dan inderdaad van. Oh, dit doet wat met mij. En dan geef ik er dan ook echt wel aandacht aan. Um, en verder is het inderdaad. Uh, ja, heeft het. Uh, ja, ik wil nu dus gaan zeggen. heeft het een plek gekregen. Ik vind dat een beetje zo'n. <laughs> zo'n uitdrukking. Maar toch, ja, is dat, merk je dat dan natuurlijk toch wel. Dat. Um, ja, door alles van de afgelopen jaren en waar ik me dan in heb ontwikkeld. En, uh, en ik natuurlijk ook gewoon een heel erg, le erg leuk leven leid, wat me gewoon heel erg blij maakt. Ja. Kan ik er nu gewoon heel erg goed mee omgaan? En komt het inderdaad op sommige momenten naar boven? En dan krijgt het de aandacht die ik ook vind dat het dan mag krijgen. Ja, ja. Je hebt gewoon heel veel vertrouwen ook in jezelf en in het leven. Ja, klopt. Ja, ja. heel mooi. Ja. En, en je hebt inderdaad het gemis echt kunnen verweven in het leven. Ja. Ik zie het altijd heel erg als twee handen. Hè? Dat als dit je leven is en je maakt verlies mee... dan valt eigenlijk alles helemaal weg. En het verlies krijgt de overhand. En als dan de, nou, echt de scherpe randjes eraf zijn... krijg je leven eigenlijk steeds meer ruimte. Totdat het helemaal verweven is. Ja. En ja, het hoort bij je. Ja, dat klopt. Weet je Het hoort bij je leven. Ja. En het is... Ja. Ja. Heb je ook wel eens over nagedacht om... Want je hebt echt, wat je zegt, je hebt zoveel liefde in je. En... Je bent zo'n warm persoon en je houdt zo van zorgen. En heb je er ook wel eens over nagedacht om uh, misschien een, een uh, adoptieouder voor iemand te zijn, of misschien parttime of een soort. Nou, ik heb dat toen die vraag werd ons gedurende traject wel heel vaak gesteld, hmm. um, en uh, het heeft bij ons af en toe is het onderwerp van gesprek geweest, maar eigenlijk bijna te weinig om. Uh, om echt te zeggen, we hebben dat um, heel erg besproken. Maar dat kwam omdat ik elke keer weer zwanger raakte. Dus ah. elke keer dacht ik natuurlijk: van uh, ja, maar misschien blijft het volgende keer wel zitten. Um, dus daardoor was gewoon de hoop heel erg daarop gericht. En um, toen wij eenmaal uh, na tien jaar dit boek sloten. Um, Merkte ik ook echt dat ik dacht: ja, ik heb echt niet meer nu nog de buff om nu nog in een ander traject te stappen. En um, als ik het wel had gedaan, zou het zomaar ook kunnen zijn dat ik het was gaan doen om een soort uh, gat op te willen vullen. Maar er is voor mij nu geen gat, dus ik heb mm. ook niet. Um, uh, we hebben dat toen niet gedaan, omdat we uh, inderdaad net uit al die behandelingen kwamen. En gewoon heel graag ons leven terug wilden. En nu voelt er voor mij niet als een gat wat ik moet opvullen. Dus natuurlijk, uh, um, ik begrijp ook als anderen er wel voor kiezen. Maar zelf voelen we niet die, uh, die behoefte om dat op die manier in te vullen. Nee. nee. En um, wat, heeft het, wat heeft het gemis? Wat heeft het hele traject? Alle, uh, weet je, je hebt besloten om echt heel erg te focussen op persoonlijke ontwikkeling. Uh, je hebt echt keuzes gemaakt hè, qua verhuizen, qua werk. Qua, je ben een heel platform aan het opzetten, een hele community. Wat heeft het gemis jou allemaal gebracht? Ja, uiteindelijk. Um, ik weet natuurlijk niet hoe ik zou geworden zou zijn als ik moeder was. Maar hoe ik het nu zie. Zie ik mezelf wel echt als, een, uh, ja, als echt wel een krachtig persoon die echt bewust keuzes maakt. En die veel meer op haar gevoel is, uh, kan intunen en kan voelen van wat wil ik nou wel en wat wil ik nou niet in het leven. Um, ja, dus dat heeft dit mij wel echt gebracht. Ik denk wel vaak zonder dat hele stuk had ik nu echt niet gestaan waar ik nu sta. Dus dat... Ja, maakt het natuurlijk ook wel weer. Uh, ik denk dat je als mens natuurlijk echt groeit van, uh, van de minder leuke hoofdstukken uit het leven. Mm -hmm. Ja. Ja. En ook mooi dat je er helemaal dwars doorheen bent gegaan. Dat je dat ja. ook. Ja, dat die grond ook zo vruchtbaar is geworden daardoor. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, en dat maakt inderdaad ook doordat wij nu natuurlijk ons leven leiden op de manier die we nu allebei heel fijn vinden. Um, ja, ik denk dat het daardoor natuurlijk ook sneller, uh, of niet sneller, maar dat het daardoor natuurlijk ook een plek krijgt. Omdat we nu gewoon het leven leiden waar ik. Ik zeg altijd, ik leef nu het leven waar ik tien jaar lang heel bang voor ben geweest. En ik ben heel mm. gelukkig. En ja. dat is natuurlijk, uh, ja, dat is heel fijn. Ja, en we hebben natuurlijk samen, omdat we samen natuurlijk zo sterk zijn en we natuurlijk heel veel vrijheid ervaren in ons leven. In we kunnen natuurlijk eigenlijk gaan en staan waar we willen. En dat is ook wel weer heel erg lekker. Ja. 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 ja, precies. Het is ook wat het is en dat omarm je ook volledig. Dat hoor ja. ik heel erg uit je verhaal ook. Ja. Heel goed. mooi. Ja. En ook kindvrij leven. Ik hoop echt dat, het, uh, ja, dat je zoveel mensen mag gaan inspireren. Ja. Begeleiden, helpen. Ja. En zeker. ook uh, dat je, ja, wat je al zegt, al die vrouwen bij elkaar en eh, de mannen ook niet te vergeten. Nee, zeker ook. Ja, absoluut. Uh, iedereen ja. bij elkaar. Dat het ja. dan ook. Uh, ja, dat het echt ook weer een uh, rijkdom op zich is. Ja, dat denk ja. ik ook, daar ga ik voor. Ja. ja, heel veel dank voor je verhaal. Ja, jij ook heel erg bedankt. Ja. En waar kunnen ze jou exact volgen? Dat is kindvrijleven.nl.nl op ja. Instagram. Ja, op Instagram. Ja. Ja. En ook wel op LinkedIn, maar daar is natuurlijk wel een iets minder platform. Op, uh, op Instagram ben ik wel echt het meest actief. Ja, ja. precies. Nou, ja. ik zal het ook nog even onder in de beschrijving zetten. Maar uh, ja, heel erg veel dank. Ja, jij ook, dankjewel. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat, dat, je, dat het je mag inspireren. Als het je geïnspireerd heeft, stuur het door. Deel het. Dat zou ik enorm waarderen. En abonneer je even om helemaal geen video's meer te missen. En ik zie je heel graag gauw.